Hi, leuk dat je kijkt. Vandaag ben ik op bezoek bij kaashandel De Brink. En zoals je hier ziet, ligt het vol met kazen. Want ze hebben hier een heleboel verschillende soorten kazen. En er is nog iets bijzonders hier. Want kaashandel De Brink is uitgeroepen tot beste boerenkaasspecialist. En ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom dat is. En wat zouden nou de lekkerste kazen zijn voor de oktoberboerenkaasmaand? Kijk je mee? Kaashandel De Brink wordt gerund door Wim en zijn zoon. Wim, kan je iets meer vertellen? We proberen het beste van het beste te verkopen, het lekkerste van het lekkerste. Maar vooral zijn wij trots als we een lekker stuk boerenkaas aan de man kunnen brengen. We werken heel veel met ons eigen merk Boerenkaas Juweel. Dat hebben we van jong tot oud, van 4 weken tot 3 jaar oud. En ja, daar zijn we zo trots op. Daar zijn we blij mee. Jullie zijn onderscheiden met een heleboel titels. Juist. En waaronder de beste boerenkaasspecialist. Wanneer krijg je die titel? Dat heeft met heel veel dingen te maken. Hoe verzorg je je kaas? Liggen te verzorgen bij je assortiment, je productkennis, het verhaal achter de kaas. Dat zijn gewoon hele belangrijke dingen. Dat een consument bij je in de winkel komt en die denkt van daar moet ik zijn. Die hebben er verstand van. En zo word je dus beste boerenkaasspecialist van Nederland. Aangezien het oktober boerenkaasmaand is. Welke boerenkazen dan het meest populair of het lekkerste zijn? Wat je vooral in de periode van de herfst hebt is best wel heel mooi. Bijvoorbeeld een Wilde Weide, mooie biologische boerenkaas uit Warmond. Wat wij heel bijzonder vinden is deze. Dat is de Boerenmeesterwerf. Dat komt van Erik Rottenveel uit Rijwetering. Dat zijn gewoon prachtige mooie kazen. En hier naast ons hebben we Boerenkaas Juweel onder ons eigen label. Maar het komt van een prachtige mooie boerenkaasboerin. Ja, mag ik het zo zeggen, boerenkaasboerin. Maar dat wordt wel gemaakt door een kaasboerin, Marije van der Poel uit Rijwetering. Groene Hart is toch bij ons een warm hart. Dat willen we gaan verkopen. Wat is nou jouw favoriete boerenkaas? Wat ik wel blij van word en heel bijzonder vind, is deze kaas. Dat is een hele mooie boerenkaas van de Veluwe uit Doornspijk. Het is enigszins groot, enigszins baconachtig. Totaal afwijkend van alle smaken die we verkopen in de winkel. En dat is wel heel bijzonder. Die maken dan net even weer iets anders dan een ander maakt. Dus juist weer uit die grijze massa, uit die volume, juist weer anders. En dat is gewoon heel mooi. Nou Wim, dankjewel voor je uitleg en voor dit lekkere tasje met lekkere dingen. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe dit allemaal gaat smaken. Ik wens je heel veel plezier en succes natuurlijk altijd, maar ook vooral deze oktober boerenkaasmaand. Jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Tot de volgende keer. Doeg!